Hallo allemaal, vandaag een video met de DLS Scrap Kit van Scrap Delight, Sweet Cuddles. Als docent maak ik video's die je kan terugvinden in de media van deze Scrap Kit, wanneer je deze kit koopt op hun site. Ik zal de linken hieronder zetten. Hierdoor zien jullie niet alle projecten die ik maak en daarom leek het mij leuk om eens te werken met deze kit op YouTube, zodat jullie kunnen zien wat je er allemaal mee kan. Ik scrapbook een foto van een weekend weg in België, afgelopen oktober met het hele gezin. Toen ik het huisje zag in België, wist ik gelijk dat ik dit papier wilde gaan gebruiken. Deze heeft ook allemaal kleine huisjes. In deze kit zat een rolletje scrappersvlos en daarmee heb ik de bloem die-cut vergroot en meegeborduurd. En deze wil ik graag gaan verwerken in de pagina. Op dit moment ga ik door de die-cuts heen en zoek ik wat erbij past. Het groene kartstok wil ik gaan gebruiken als fotomat. Ik heb gekozen voor een grote foto. Dit vind ik af en toe best wel leuk in mijn album om van kleine en grote foto's mee te werken. Ik plak de foto vast met lijntape. En ik plak hem een beetje aan de zijkant, zodat ik nog de andere helft van het papier nog kan gebruiken voor een ander project. En ik vind dat de pagina ook erg leuk is met aan de ene kant heel veel witte sterretjes en aan de andere kant niet, dat zo naar beneden valt. Dus dan kan je het altijd nog weer leuk gebruiken. De bloemen plak ik verhoog ik met foamtape. En deze plak ik vast op de foto. Je kan zien dat ik het geborduurd heb en gewoon kleine stukjes steeds gedaan heb. En met washi tape heb ik de touwtjes, zal ik maar zeggen, vastgeplakt. En dat zie je helemaal niet als je hem opplakt. Dus het is ook echt best wel redelijk simpel. Dat had ik niet verwacht. Ik had het moeilijker verwacht dan dat het is. En ik wil het ook zeker vaker gaan gebruiken in mijn layouts. Dit kleine blauwe kaartje wil ik nog graag gebruiken. Uiteindelijk komt deze niet op de pagina. Dit plak ik allemaal vast met lijmtape. Ik ga even kijken waar ik de foto wil plakken. Of iets aan boven of iets aan de zijkant. Ik kies ervoor om hem toch redelijk in het midden te plakken. En mijn journaling wil ik straks op de bloem schrijven. Die bloemdijkers vind ik erg leuk om erbij te voegen, want dit is ook het voorbeeld. Deze verhoog ik met wat foamdots en die plak ik achter de wit geborduurde bloem. Met mijn puffy sticker zie ik ook een paarse bloem nog. Die wil ik links onder de foto plakken. Maar dit wordt heel erg plat, dus ik kies ervoor om een banner te ponsen. Dit doe ik met mijn EK Succes bannerpons. Alleen de banner is te groot, vind ik. Dus ik gebruik mijn Stampin' Up bannerpons. Die is kleiner. En daarmee maak ik in de hoek nog een heel klein klussertje. En dit plak ik vast gewoon plat met lijmtape, want met die puffy sticker komt er al een beetje diepte in. Deze huisjes vind ik ook echt heel erg leuk om te gebruiken, omdat we natuurlijk in een huisje zitten en dat woordje hello, vind ik ook heel erg leuk. Ik ga daarom nog even door met door mijn klussers heen en aan het kijken wat ik nog kan maken qua bannertjes. En de banner komt aan de bovenkant. En daarvoor gebruik ik ook nog een stukje washi tape, zodat dat roze kleurtje er nog in terugkomt, dat knallende roze. Want daar heb ik nog rhinestones van en die wil ik ook gaan gebruiken op deze pagina. Ik plak hem vast daarboven, zodat er toch nog iets groens ook terugkomt. Ik ben nog aan het schuiven voor een bannertje, of
ja, een labeltje. Ik wil daar met de datumstempel de datum opschrijven. En dat is 30 oktober als ik me niet vergis. En ik stempel even op een ander labeltje om te kijken of je goed stempelt. Dat doe ik met een ronde, deze gebruik ik niet. Het is 30 oktober, dus ik stempel nog een keer. En ik stempel op de banner. En ik ga hem daaronder vastplakken, zodat er toch ook een datum bij komt. Ik ben nog aan het schuiven waar ik hem wil plakken, maar hij komt linksonder. Voordat ik alles vastplak, haal ik even mijn strip aan de onderkant er vandaan, zodat ik hem niet scheef afknip zometeen. Ik besluit om een mini banner daar ook nog te ponsen met een plusje erop of een sterretje erop. Zodat je hetzelfde effect hebt wat bovenaan in mijn pagina, wat bovenaan op mijn pagina is. Dit plak ik vast met lijmtape. Ik heb op de Creador een hele dunne lijmtape gekocht en die werkt echt heel fijn. Die plakt ook heel erg goed, dus daar ben ik erg blij mee. Ik kies ervoor om ook dat washi tape te herhalen. Deze zit ook in de kit. De kit van Scrap Delight is erg goed gevuld. Ik heb een uitpakvideo hiervan gemaakt. Deze zal ik ook onderin de link erbij linken, zodat je goed kan zien wat er allemaal in zit. Met deze rhinestones plak ik de bloemharten op, om het maar zo te zeggen, zodat er wat bling bling op de pagina komt. Ik plak hier en daar nog wat rhinestones. Grote rhinestones en grote enamel dots vind ik echt soms te groot. Dus eigenlijk gebruik ik die hele grote niet of ik knip ze door midden. En ik heb al geprobeerd, die van Scrap Delight zijn erg stevig, dus krijg je niet makkelijk door midden. Ik zie daar nog een bloemetje, die plak ik daar nog onder vast. En ik heb nog wat hartjes van de puffy stickers overal opgeplakt. Dan bedenk ik dat ik een journaling wil schrijven. Dat doe ik met mijn Sharpie. En mijn journaling schrijf ik in het hart van de bloem. Op mijn geborduurde bloem. En dat schrijf ik rond, zodat het een leuk effect geeft. Want het is natuurlijk niet de enige pagina die er komt. Ik heb daarbij de camera even uitgezet. En dit is mijn pagina geworden. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe dan een duimpje omhoog en abonneer je op mijn kanaal. En tot de volgende keer. Doeg!